Hallo allemaal. Leuk dat je bent gekomen naar weer een nieuwe Insta Live over de posters van de gemeenteraadsverkiezingen. Ik wacht nog eventjes tot er wat meer mensen zijn. En nou, vanavond gaan we het hebben over de zesde poster van ons verkiezingsposterprogramma. En ik ga in gesprek met Mahar en met Marcel. Marcel, over hoe we ervoor kunnen zorgen dat er minder regels zijn en er meer naar mensen wordt gekeken. GroenLinks is natuurlijk ook een hele sociale partij en we vinden het belangrijk dat we oog hebben voor elkaar en voor alle bewoners in Utrecht. En dat we niet verstrikt raken in allerlei regels en regelingen. Dus daar gaan we het vandaag over hebben. Ik zal ze erbij roepen. Vragen zijn, kunnen jullie die natuurlijk altijd stellen onderin bij Dat hoorde ik slecht. Hey. Hi Marcel, Hey. leuk dat je er bent. Dank je. Hi, nou we zijn compleet. Ja. Ja. Leuk dat jullie vanavond met mij in gesprek willen gaan bij deze zesde editie alweer. Ik hoor wat geluid op de achtergrond, maar wat maakt van jij? Maakt dat Gaat niet uit, want anders ga ik gewoon een andere plek zoeken. iets rustiger Kan ik. misschien? Dan ga ik gewoon een rondleiding door het stadhuis geven. Nou, Super. Gaan we het ook heel ja. gezellig. Ja, toch? Gaan we naar het minder leuke gedeelte. Dat, Kijk, dit is de oude zaal. Of het dit is in fractieplein. Utrecht. Dit is het stadhuis in Utrecht, ja. Wauw. Want jij bent gemeenteraadslid, klopt dat? Dat klopt, en dit is een deur waar je altijd moet trekken, maar gaat duwen. Omdat hij je ertoe uitnodigt. Ja, ik ben gemeenteraadslid in Utrecht, dat klopt. Nou, je hebt al een fan, Mahar, in ieder geval. Ja, ik heb echt vele fans. Nou, goed om te horen. Nou, ik dacht, laten we beginnen met een korte voorstelronde. Wie jullie zijn en, nou ja. Een beetje voorstellen aan de mensen die jullie nog niet kennen, die nog geen fan zijn misschien. En Mahar, Ja, wil jij beginnen? ik zal beginnen. Ik ben Mahar Vatal. Ik ben de nummer 2 van GroenLinks Utrecht nu voor de gemeenteraadsverkiezingen. En ik ben 24. Ik woon in Utrecht-Zuilen, wat ik echt het mooiste gedeelte van Utrecht vind. Maar Marcel heeft vast andere meningen daarover. Ik heb rechten gestudeerd. Ik heb in de Tweede Kamer gewerkt voor GroenLinks. En ik werk nu voor GroenLinks Amsterdam. Dus in onze grote competitiestad. En ik heb echt super veel zin om straks inderdaad voor Utrecht, maar ook voor Utrecht in te zetten. Klinkt helemaal goed. Marcel is ondertussen Oké. nog bezig met lopen. Ja, nee, echt alle vergaarde plekjes ja, zitten gewoon vol. En mensen vragen ondertussen ook al wat ik aan het doen ben. Dus misschien moet ik gewoon de rustigste plek gaan vinden. Ik zie hier stoelen. Ik ga hier zitten. Ik Perfect. ben Marcel Vonk. Ik ben dus gemeenteraadslid voor GroenLinks Utrecht. En ik sta ook weer op de lijst, plek 7. En of ik Zuilen nou het leukste plekje vind. Het is een leuke wijk, maar ik ben toch meer fan van Leidsche Rijn wat dat betreft. En dan heb ik gemist wat we nog meer moeten doen in het voorstelrondje. Ik was te druk bezig met zoeken. Ja, je krijgt als tip om misschien naar de wc te zitten, maar volgens mij heb je al een goede plek gevonden. Die overweging heb ik serieus gemaakt om de wc in te lopen, maar ik dacht dat ga ik echt niet doen. Oké, goed zo. Nou, leuk in ieder geval. Jullie hebben goede ideeën, volgens mij voor de komende tijd ook. En daar kunnen we het vanavond over hebben. En vooral gaan we het dus hebben over hoe we minder regels voor elkaar kunnen krijgen en meer naar mensen kunnen kijken. Maar eerst misschien toch teruggaan naar wat jullie drijft om bij GroenLinks te zitten. Ja, waar jullie je eigenlijk voor willen inzetten. Waar komt dat vandaan en waar willen jullie naartoe? Misschien een beetje een grote vraag, maar brandlos. Nou, Marcel, ga jij gang. Ja, mag ik? Waarom ik voor GroenLinks gekozen heb, een jaar of 5, 6 geleden had je
de Brexit, de verkiezing van Trump. En leek het alsof witte mannen alleen maar boos en kwaadaardig wilden zijn. En daar herkende ik me niet in, ook zeker niet aangezien ik een mbo-opleiding heb. En zeker die mannen, witte mannen, werden geframed als boos, kwaadaardig, tegen alles wat niet wit is. En ja, van daaruit dat ik eigenlijk op zoek ben gegaan naar een partij die bij mij paste en ja, bij GroenLinks terechtgekomen. En toen kon ik met mijn ervaring, ik heb schulden gehad, poosje thuisloos geweest. Ja, de gemeenteraadsverkiezingen kwamen eraan en toen heb ik me gekandideerd met die ervaringen en ben ik er uiteindelijk ook ingekomen. Cool. Ja, dus jij hebt zelf ook te maken gehad met te veel regels? Een hele hoop regels. De oplossing had ik zelf al 10.000 keer bedacht, alleen ja, dat bestond niet in ja, schuldhulpverleningsland, want je koopt geen schulden op van mensen om ze vervolgens verder rustig te laten bouwen aan de rest van hun leven. Net voordat ik raadslid werd, kwam dat er wel. En ja, was eigenlijk de oplossing die ik zelf ooit al bedacht had, werd toen pas de regel. En kon ik ja, eindelijk aan mijn toekomst werken. Ik kon weer gaan studeren, wat ik al 10 jaar niet gedaan had. En ik kon weer rustig op een plek gaan wonen. Mooi. Dat is allemaal een heel mooi verhaal. En Mahar, wat zijn jouw drijfveren voor GroenLinks? Ja, ik denk dat het voor mij nooit echt een vraag was of ik de politiek in zou gaan of niet. Want mijn ouders zijn allebei super politiek geëngageerd. Het zijn twee politieke vluchtelingen uit Syrië. Dus voor ons was het aan de ontbijttafel eigenlijk heel, heel gewoonlijk om over de politiek te praten. En toen ben ik naar een super elitair categoraal gymnasium gegaan in het Gooi, waar de inkomensverschillen ontzettend tastbaar waren en waarin ik een van 6 mensen met een migratieachtergrond was op die hele school. Dus discriminatie en inkomensongelijkheid waren echt heel duidelijk te zien. En dat heeft me echt wel heel erg naar GroenLinks gedreven, omdat ik echt merkte van ik maak me super erg zorgen om de klimaatcrisis. En het is echt heel erg urgent dat we nu actie nemen. Maar ik maak me ook heel erg zorgen om die sociale en sociaal-economische ongelijkheid. En ik vind GroenLinks de plek waar die drie dingen samenkomen. Dus zodoende ben ik bij GroenLinks gegaan toen ik 16 was al. Ja. Ja. Dat is goed. Ik krijg ook al een vraag binnen voor Marcel. Even kijken. Want je vertelde net natuurlijk dat je zelf in een situatie zat waarbij je zelf allemaal oplossingen ervoor had bedacht. Mm-hmm. Heb je de afgelopen jaren daaraan gewerkt om het voor mensen zoals jij, of nou ja, de vraag staat hier eigenlijk onder. Wat heb je de afgelopen jaren gedaan om het voor anderen die in jouw situatie zitten beter te maken? Wat ik heb gedaan, ik denk dat voor mij kwam de oplossing op het moment dat ik erover ging praten. Dus ik mensen ging vertellen dat ik schulden had en waar mijn problemen vandaan kwamen. En dat ben ik heel veel gaan doen in Utrecht, maar ook buiten Utrecht. En steeds kwam ik jongeren tegen die vroegen, ja maar, is het dan niet eng om de schuldhulpverlening in te gaan? Of die vanuit hun ouders hadden gezien hoe schuldhulpverlening vaak tegen je werkte. En dat ze eigenlijk bang waren om ook die stap te zetten. En ik denk dat dat het belangrijkste is wat ik gedaan heb de afgelopen jaren. Vooral heel vaak mijn ervaring gedeeld. En ook de persoonlijke gesprekken gevoerd van waarom het helpend kan zijn. En daarnaast heb ik in de politiek, dat heb ik dan gedaan, vooral in de stad. Politiek gezien ben ik bezig geweest met het erkennen. Dus nou, als je schulden hebt, dan heb je ook vaak meer stress, depressie en andere problematiek. En waar ik heel erg mee bezig ben geweest, is dus dat te gaan signaleren in de stad. Dus op de sportclub, bij de woningbouwvereniging, bij jongerenwerk op scholen. Gewoon mensen opleiden om stressproblemen, om geestelijke problemen te gaan herkennen. En daarmee aan de slag te gaan om een oplossing te vinden ervoor. In plaats van ja, de situatie te laten bestaan zoals die er is. Ja, mooi. En mooie vraag ook. Hele goede vraag. En voor de rest blijf ook altijd vragen sturen. Heel leuk omdat dat we dat nu gewoon gelijk kunnen beantwoorden. Denk ik. En nou ja, altijd mooi dat je eigen verhaal je een beetje ook kan drijven in wat je nu doet in de gemeenteraad.
En dat je dan ook meer begrip hebt voor andere mensen die in dezelfde situatie zitten. Ik denk dat dat heel waardevol is. Nou, we hebben het vandaag natuurlijk over de slogan meer mens, minder regels. Ik dacht een beetje, laten we het erover hebben wat het voor jullie betekent. Maar haar misschien, heb jij daar een idee over je... Van meer mens, minder regels. Wat is dat voor jou? Ja, ik denk dat het mooie aan deze slogan is dat het op zoveel verschillende gebieden van toepassing is. En ik denk dan echt aan... aan inderdaad dakloosheid, waar Marcel het net over een beetje over had, maar ook bijvoorbeeld over inburgering. Ik heb zelf, mijn ouders en wij, maar ook mijn familieleden zijn tegen zoveel van die super technische en heel onmenselijke regels aangelopen in hun proces om Nederlander te worden, terwijl ze echt niks anders wilden. Ik denk oprecht dat alle mensen die naar Nederland komen heel graag Nederlander willen worden, maar ook bijvoorbeeld in armoederegelingen. Dus en daar had Marcel het net ook al een beetje over, dus dat we zoveel van die hele onnodige en onmenselijke regels verbinden aan bijvoorbeeld bijstand, aan het aanvragen van hulp, begeleiding van de gemeente, terwijl iedereen uiteindelijk nuttig wil zijn voor de samenleving en heel graag zingeving wil halen uit zijn leven. Dus dan vraag je je echt af, wat doen we nou precies in het beleid dat wij maken? Dus dat zijn een paar voorbeelden waar ik die regel heel erg terug zie komen. Ja, geldt dat voor jou ongeveer hetzelfde? Marcel? Nee, nou ja, wat Marha vertelt inderdaad, het doet me meteen aan een voorbeeld denken van een jongen die ik een paar maanden terug in de stad sprak. Komt ook uit Syrië, maar die had daar ook gewoon zijn opleiding, alles behaald. Komt in Nederland, krijgt te horen, ja, je mag op mbo 1 beginnen, want het diploma wat je hebt is hier in Nederland niks waard. Dus ook in hoe we mensen waarderen, zijn er gewoon heel veel regels die er gewoon voor zorgen dat je gewoon met een achterstand in onze samenleving begint. En dat geldt, nou ja, als je uit een land gevlucht bent of naar Nederland komt, maar ook zeker als je in armoede opgroeit, dat er heel erg naar een kind gekeken wordt. Want hè, we mogen als hulpverlener niet meteen naar een gezin kijken waar iets aan de hand is, wat ervoor kan zorgen dat we keuzes maken voor de rest van het leven van het kind, in plaats van dat we de problemen in een gezin aan gaan pakken. Ja. En ik heb nu een vraag binnengekregen. Ik weet niet of jullie hem kunnen zien. De vraag is, als je opnieuw een keuze zou maken om bij een partij aan te sluiten, waarom zou je dan voor GroenLinks gaan en niet voor bijvoorbeeld Bijeen? Hebben jullie daar een goed idee over? Ik denk dat hij misschien ook een beetje naar mij gericht is. En ik krijg deze vraag wel vaker. Ik was inderdaad, toen ik 16 was, was er nog geen Bijeen. Dus dat was niet een optie voor mij. Ik vind Bijeen trouwens echt een fantastische partij. En ik hoop echt, echt heel erg dat zij in Utrecht inderdaad komen en gewoon ook goed vertegenwoordigd worden inderdaad. Maar ik denk dat ik heb wel echt bewust gekozen voor GroenLinks. Want voor mij is dat de partij die eigenlijk uber intersectioneel is. We zeggen heel vaak het woord intersectioneel. Maar GroenLinks is de plek waar groene klimaatmaatregelen samenkomen met gewoon keihard radicaal linkse maatregelen. Met ook dat hele mooie inclusieve verhaal. Dus GroenLinks was de plek waar ik toen en nu nog steeds zie dat we opkomen voor antidiscriminatie, dat we opkomen voor gemarginaliseerde groepen in Nederland, maar dat we ook verantwoordelijkheid nemen, durven keiharde klimaatmaatregelen in te stellen en gewoon experimenteren met hele radicale dingen zoals een basisinkomen en hele soepele bijstandsregels. Dus dat vind ik juist het mooie aan GroenLinks, we doen het allemaal. Ja, klinkt heel goed, daar sta ik ook achter. En ik denk ook dat het natuurlijk altijd, maar goed, ik ben zelf geen politicus. Belangrijk is om ook naar andere partijen te luisteren en op dat gebied gewoon samen te werken. Daar kunnen we alleen maar van leren, denk ik. Zeker, en ook, ik denk het mooie aan Bijeen, want ik vind Bijeen niet een one-issue partij. Bijeen heeft ook hele mooie plannen voor... ik moet nu ook niet Bijeen gaan verkopen, maar Bijeen heeft ook plannen op die andere terreinen, dus ik wil ze ook niet wegzetten. Maar als je kijkt naar een Partij voor de Dieren, die heel lang werd gezien als een one-issue-partij, die heeft wel gewoon daadwerkelijk gezorgd dat ons beleid veel groener is geworden dan eerder tevoren. Dus het is ook heel belangrijk om partijen te hebben die veel harder schreeuwen dan wij misschien op bepaalde issues, om ons ook een beetje kritisch te houden en scherp te houden. Dus dat is allemaal heel waardevol. Ja, zeker. Ik zie dat dingen zijn, maar ik kan ze op even niet zo heel goed zien. Dus als je een vraag hebt, zou je ze dan voor de kijkers kunnen stellen bij dat vraagtekentje rechtsonder? Want op even hier vallen al mijn letters weg onder in het scherm, maar dat ligt waarschijnlijk. Ik heb dat ook een beetje. Ja, ja, dat is zo werkt dat systeem. Je kan met je vinger naar boven scrollen weer. Ja, maar dan zie ik alsnog heel vaag. Dus ik denk superleuk dat jullie meedenken.
Ook leuk dat de lijsttrekker van de ChristenUnie meekijkt. Nou echt, welkom. Ja. Welkom, Dick. Ja. En nou ja, al je opmerkingen die direct voor ons bedoeld zijn, stel die vooral in de vragen. En sorry dat ik weet eventjes niet hoe dat werkt. Maar misschien dat Marcel ook gewoon heel fijn wel even voor jou een beetje kan... Zal ik een klein beetje moderaten? Even kijken. Ja. Of we in de politiek meer kunnen dan alleen praten. Marcel is ook een hele goede multitasker. Dat weet ik niet. Er was een reactie op de vraag over bijeen van kwaad. Die mag je teruglezen als je dat wil. Nee, heel veel vragen waren er. Oh nee, er was weer daar een reactie op. Nee, mensen zijn lekker op elkaar aan het reageren ondertussen. Dus laten we gewoon doorgaan. Ook goed. Ik heb nu in de vragen een nieuwe vraag gekregen. Super bedankt, Jet. Deze kan ik helemaal lezen. Hoe zijn de plannen van deze GroenLinks Utrecht anders dan 4 jaar geleden? Take it away. Ik weet niet wie daar goed overzicht over heeft. Nou ja, ik denk er nog even over na, Marcel. Ik denk zelf dat, kijk, GroenLinks regeert natuurlijk echt al heel lang in Utrecht. We zijn echt een soort establishment partij in die zin. Maar het vette daaraan is, we zijn zeker niet aan het snoezen hier in het college. Het vette is dat we gewoon heel veel plannen gewoon kunnen doorvoeren. Dus ik denk, waar we 4 jaar geleden nog dromen hadden van, nou, zou het niet leuk zijn als we inderdaad dingen kunnen doen zoals radicaal experimenteren met... mensen in een minimuminkomen en met het versoepelen van dat mensen een baan of begeleiding kunnen krijgen wanneer ze een bijstand willen aanvragen. Die dingen hebben we nu gewoon kunnen doen. Dus in die zin zijn we echt wel flink veranderd in 4 jaar tijd. En misschien dat Marcel nog aanvullingen heeft. Dat sowieso. En misschien moeten we ook niet te veel zitten op dat we heel erg willen veranderen in Utrecht. Hè? Wat Mahar al zegt, sinds de jaren 90 zitten we in het college. Al bijna 30 jaar. Op een enkele uitzondering nadat we uit de coalitie zijn gestapt. Dus heel veel dingen die GroenLinks landelijk roept, die doen we in Utrecht gewoon al. En daarnaast doen we ook gewoon hele toffe nieuwe dingen. Zoals in Utrecht zijn we de eerste stad die een speciale opvang heeft voor jongeren die vanwege LHBTI-jongeren die vanwege hun geaardheid op straat komen te staan om te voorkomen dat de problemen die zij ervaren erger worden om misbruik te voorkomen. En als het gebeurd is, dat we dan juist de juiste zorg kunnen bieden. Juist dat soort dingen kunnen we blijven doen als we in Utrecht de grootste zijn. Ja. Nou, ik hoop dat je kwaad... De vraag is beantwoord. Ik zat ondertussen nog in mijn hoofd met dat het woordje kwaad. Maar dat de vraag is beantwoord. Oké. Dus ik denk inderdaad, het is belangrijk dat we altijd een goede idee hebben gehad. En dat we steeds verder kunnen denken eigenlijk. Niet maar alleen dromen, maar ook doen. Dat lijkt me een hele goede. Als er op dit moment nog geen vragen zijn van andere mensen, blijf ze vooral stellen en denk vooral mee. Dan heb ik nog een vraag aan jullie. Want we hebben het over minder regels. En daar hadden jullie net al een klein beetje over. Dat er minder regels zouden moeten zijn. En zijn er in iets voorbeelden waarvan je denkt, daar zijn echt te veel regels voor en dat moet minder? Er moet meer geluisterd worden naar mensen. Marcel, misschien anders? Nou, mag ik? Ja. Dan zou ik toch gaan voor de 4 weken zoektermijn in de bijstand voor jongeren. Want als je totdat je 27 bent, dan... moet je opeens eerst 4 weken zoeken naar een baan. Alsof je dat daarvoor niet gedaan hebt voordat je een uitkering aanvraagt. En dan pas mag je een uitkering krijgen van de gemeente. Terwijl je vaste lasten doorlopen, je zorgverzekering moet betaald worden, je telefoonrekening. En misschien moet je ook wel gewoon tussendoor wel eens eten. Dat is iets wat in de participatiewet zit. En dat is iets waar we gewoon echt eens wat aan moeten gaan doen. Gewoon uitslopen, het liefst zo snel mogelijk. Klinkt goed. Lijkt me ook dommer Ja, het is een supergoed voorbeeld wat Marcel noemt. En ik wilde misschien nog toevoegen, maar dit is heel erg algemeen. Maar ik vind dit soort dingen die wij in Utrecht doen zo vet. Omdat, laten we eerlijk zijn, onze landelijke regering is gewoon super rechts.
En dat is echt al decennia superrecht. En je merkt gewoon dat de bezuinigingen in de zorg en in het onderwijs, maar ook verdergaande rechtse maatregelen, zoals dit soort dingen gewoon de wet zijn, die hebben hun tol geëist. Dus ik vind het heel erg mooi dat, en daarom zijn de gemeenteraadsverkiezingen zo belangrijk. En wil ik hier allemaal oproepen om echt te gaan stemmen. Want juist in de gemeente kunnen we, waar dat kan, echt de randen van de wet opzoeken met dit soort maatregelen. En toch nog proberen van aan te sluiten bij mensen in plaats van bij rechts, neoliberaal, landelijk beleid. Ja. Dus ik vond het voorbeeld van Marcel heel mooi. En ik ga stemmen, in godsnaam. Ik denk dat we nog zo wel 20 voorbeelden van rechtsbeleid kunnen verzinnen wat we echt gewoon nu willen slopen. Ja. Zeker. De kostendelingsnorm bijvoorbeeld. Ja. Het is mooi dat dat in de gemeente kan. Weet je, als het landelijk niet lukt, dan kan het in Utrecht wel beter. Precies. Dat is natuurlijk het fijne. Over steden gesproken. Ik krijg een vraag. Op welke manier mag Utrecht meer Amsterdams worden? Misschien een goede voorbeeld. Ik zal hem aan mijn haar geven. Ja, jij bent ook in Amsterdam actief natuurlijk. Ja, ik ben zelfs in Amsterdam nu. Dat mag ik echt niet zeggen natuurlijk. Nee, ik denk dat alle mensen die in Utrecht wonen, die nu kijken, echt willen dat ik zeg, Utrecht moet nooit Amsterdams worden. Wat een kutstad is dat. Ik vind Amsterdam een hele mooie stad. Ik vind Utrecht ook een hele mooie stad. Op welke manieren mag Utrecht meer Amsterdams worden? Ik bedoel, in Amsterdam gebeuren er bijvoorbeeld echt hele vette dingen op het gebied van participatie, democratisering. Dat is gewoon een GroenLinks-wethouder in Amsterdam op het gebied van participatie, democratisering. Dat is Groot Wassink. Die doet hele mooie dingen. En ik ken dat Utrecht ook echt ontzettend mooi traject heeft opgezet als het gaat om het betrekken van bewoners bij het maken van beleid. Zeker bij beleid waar mensen zich heel erg sterk over voelen. Hè? Als het bijvoorbeeld gaat over windmolens plaatsen. Maar ook als het gaat om een straat radicaal opnieuw inrichten. Dan willen bewoners heel graag meedenken. En dat is ook heel erg belangrijk. Want als je erover nadenkt, is het eigenlijk te gek voor woorden dat je in een straat kan wonen. En dat alles om je heen opeens verbouwd kan worden. Zonder dat je daar iets over gehoord hebt of over te zeggen hebt. En gelukkig gebeurt het in Utrecht niet. Gelukkig betrekken wij bewoners vroegtijdig en goed bij de processen die wij inrichten. Maar dat kan echt nog, dat kan nog een stuk verder gaan. Dus bijvoorbeeld in Amsterdam willen we ook wel een beetje experimenteren met referenda en met echt buurtbegroten. En dat soort dingen zou ik in Utrecht ook heel mooi vinden. Ja, dat klinkt heel goed. Dat buurtbegroting, dat ken ik van volgens mij ook zo'n idee van Rutger Bregman. Of zo. Daar heeft hij het ook over burgerbegroting, zoiets. Ja, dat vind ik heel vet klinken. Klopt, in de meeste mensen deugen van Rutger Bregman. Daar vertelt hij volgens mij over een dorp uit mijn hoofd, Mexico of een ander land in Zuid-Amerika. Waar er geëxperimenteerd is met dat ze gewoon echt inderdaad een begroting, gewoon een kas geld geven aan buurtbewoners. Dat mogen ze dan zelf uitgeven voor hun buurt. En dat was echt vet, want dan zie je echt dat al die vooroordelen die je hebt over dat mensen niet goed met geld kunnen omgaan, of niet goed met elkaar kunnen verdelen waar het geld naartoe gaat, dat klopt helemaal niet. Mensen vinden het juist, kunnen het echt heel erg goed om met elkaar samen te werken en echt met een soort meerderheid ook de buurt in te richten zoals zij dat willen. Mm-hmm. Dus, en dat is ook weer een heel mooi voorbeeld. Ik zeg dat we dit in Utrecht hebben, buurtbudgetten. Vertel vooral. Nee, we hebben in Utrecht gewoon al buurtbudgetten, waar inderdaad bewoners, organisaties gezamenlijk keuzes in mogen maken. Die komen uit de vorige deze coalitieperiode. Mogen buurten gewoon inzetten om inderdaad die buurt te vergroenen of speelplekken aan te leggen. Juist om wat jij net vertelt. Ja, en ik denk misschien voor de kijkers goed om te weten dat het buurtbudget inderdaad gebeurt in Utrecht. En dat is echt super mooi. En buurtbegroting is nog een stap verder. Dus dat is echt dat je een hele begroting krijgt. In die zin ook een groter risico. Hè? Misschien gaat dat wel enorm mis. Maar echt super mooi dat in Utrecht gebeurt. Ja. Mag ik reageren op die opmerking over die te veel auto's? Ja, ik kan dus de opmerking zien. Er staat een opmerking dat de straten te groot zijn en te vol staan met auto's. Daar zijn we het helemaal mee eens. In Utrecht hebben we bijna 10% van de openbare ruimte die vrij toegankelijk is. Daar kan je een auto parkeren. Maar als we dan naar beleidsdocumenten gaan kijken, dan hebben we maar 3% die we reserveren om buiten te spelen voor kinderen. Of gewoon om als openbare ruimte te gebruiken. Juist dat soort dingen proberen we aan te pakken. Nu weer, nog steeds, zolang we in de coalitie blijven natuurlijk. En gaan we ook gewoon binnenkort een voorstel voor doen om juist meer openbare ruimte in te richten voor kinderen om buiten te spelen. En we willen natuurlijk, en dat staat gewoon in ons verkiezingsprogramma, elk jaar 1% van de parkeerplekken weghalen.
Dus dat betekent 750 tot 1000 auto's per jaar de straat uit. Waar komen die parkeerplekken, weet je dat toevallig? Nee, die zijn er al, dat is het probleem. Okay. Die moeten juist weg. Maar dan buiten de stad? Of die, er zijn sowieso te veel parkeerplekken? Sommige mensen hebben nog steeds 3 auto's voor de deur staan in de stad. Dat vind ik nog steeds een heel asociaal gebruik van onze openbare ruimte. Iets wat voor ons allemaal is, daar zetten we een stuk blik neer. Wat maar 1 iemand kan gebruiken, misschien 4 personen kan vervoeren. Maar dat is wel 12 vierkante meter. Dat is een goede studentenkamer. Ja. Of nou ja, 2 auto's is een goede studentenkamer. Ja, een mooie plek inderdaad. En een paar parkeerplaatsen zijn inderdaad een heel mooi park. En volgens mij hebben we tijdens de coronacrisis des te meer gemerkt hoe belangrijk het is om gewoon openbaar en bereikbaar groen te hebben bij jou om de hoek. Zeker voor mensen die geen tuin hebben. Dus ik kan me alleen maar aansluiten bij Marcel. En ook hoe gek is het eigenlijk over het algemeen dat wij onze steden zo erg inrichten rondom auto's in plaats van rondom mensen. Dus daarom vind ik het zo mooi dat wij in het college als GroenLinks echt best wel vet stap hebben gezet. Gewoon als het gaat om onze straten anders inrichten. Veel meer ruimte voor voetgangers en fietsers. En veel minder voor die blikken die daar maar een beetje stilstaan en ons hele straatbeeld verpesten. Ja. Nou, ik merk dat in mijn eigen straat, want ik woon aan de Nachtegaalstraat. Dat is ook helemaal heringericht. Veel beter. Ja, ben je er blij mee? Niet met de geluidsoverlast, want dat doe allemaal prima mee. Maar ja, wel beter. Ja, en wat ik zelf echt heel erg merkte is dat, want Utrecht is echt heel groen. Dat is echt heel, vind ik zelf echt heel vet. Maar, en het mag een stuk groener, maar is heel fijn. Maar tijdens de zomer merkte ik echt dat het, dat door Utrechtse straten lopen, omdat we zoveel bomen hebben, dat het heerlijk is. In tegenstelling tot andere steden waar er gewoon veel minder bomen staan. Dat is zo verkoelend ook. Mm-hmm. Maar natuurlijk echt die hele, hele heftige hitteperiode deze zomer, waarin het echt best wel nodig was. Wat schaduw. Ja, dus minder regels, minder auto's, meer groen, meer mensen, meer spelende kinderen. Dus ja, nou. Ja, soms wil je juist meer regels, hè, om juist iemand die om juist de openbare ruimte beter te verdelen. We hebben nog steeds parkeernormen van 0,4 of 5. Moet er zijn per inwoner, moet er 0,5 parkeerplek zijn. Dat is veel. Dan moet je nagaan 12 vierkante meter, 12,5 vierkante meter keer 150.000. Mm-hmm. Dat zijn aardig wat stadsparken bij elkaar. Ja. Ja, dat is wel heftig. En ik denk niet dat iedereen een auto heeft. Weinig mensen. Ik niet in ieder geval. Nee. Marcel, kan jij zien of er nog meer vragen zijn? Ja, of wij een visie hebben over de kippen in het Julianapark. Ja, ik woon daar vlak naast. Nou, maar heb jij een visie over de kippen? Nee, maar goed, ik heb daar echt geen. Nou ja, in de zin van, ik heb eerder dit jaar, of in 2021, is er als het goed is, zijn er heel erg veel kippen weggehaald uit het Julianapark. Ah, en als ik inderdaad. Het goed heb. Ja, precies. Dus als het goed is, is de overlast wel een beetje verminderd, maar. Ze lopen ook echt over de hele Amsterdamse straat weg. Ze hebben gewoon hun hele eigen leven zijn ze aan het leiden in Zuilen. En het, ik moet zeggen, het is best gezellig. Ja, klinkt best. Ja, ik weet daar niet zo heel veel van deze. Ik denk dat de vraag meer ging over de hanen toen inderdaad. Dat die te veel herrie maakten. En ja, daar zijn ze heel veel van weggehaald inderdaad. En ik moet zeggen, toen ik in Zuilen woonde, vond ik juist de Amsterdamse straatweg een beetje tegen de schemering het gezelligst. Dan zag je de pauwen lopen, de kippen over straat. Ja, ik vind het leuk. Ja, maar het zal vast voor omwonenden erg veel overlast opleveren. Maar ik ben dan lekker. Ik heb daar geen last van. En voor de auto's van. Natuurlijk, die moeten er helemaal omheen. Ja. Nou, ik hoop dat daarmee die vraag beantwoord is. Zie je nog meer vragen? Ja, de opmerkingen zijn volledig verdwenen bij mij. Oh, waar zijn zij heen gebracht? Volgens mij naar een boerderij waar ze mochten blijven leven. Ja, dat was wel een eis inderdaad. Nee, dat was echt een eis. Gelukkig. Nou, we zijn eigenlijk al aan het einde van ons hoofdpuntje. Echt waar? Dat ging best snel. Eigenlijk echt heel te snel. Hebben jullie nog misschien iets waarvan jullie denken, dat wil ik echt de komende 4 jaar
als ik in de raad zit, dan wil ik dit voor elkaar krijgen. Heel veel, ja. Dat iedereen gewoon een huis heeft in Utrecht. In plaats van dat we uiteindelijk naar de opvang moeten voor dak- of thuislozen. En natuurlijk zou het mooi zijn als we niemand meer in een uitkering hebben zitten. Maar op zijn minst dat we mensen een dagbesteding bieden die bij ze past. Zonder dat ze druk hebben, dat ze moeten solliciteren, dat ze dingen moeten. Laten we vooral zorgen dat we naar de mens kijken en wat ze nodig hebben. In plaats van de regels en wat ze moeten. Ja, supermooi. Ik kan het 0% overtoppen. Ik denk inderdaad dat dakloosheid een van de grootste uitdagingen is die wij kennen in Utrecht. En als je erover nadenkt, is het eigenlijk te gek voor woorden dat mensen nog op straat moeten slapen in een rijk en welvarend land als Nederland in 2022. En ook misschien als ik dat breder kan trekken, de wooncrisis is natuurlijk echt ontzettend urgent. En we zitten daar in een landelijke context die helaas toch echt overwegend rechts is. Dus we kunnen doen wat we kunnen. We gaan heel erg ons best doen. Maar ik zou het echt heel erg mooi vinden als we deze komende 4 jaar stappen hebben kunnen zetten op het gebied van het tegengaan van veel te hoge huurprijzen en koopprijzen. En gewoon vol inzetten op veel meer sociale huurwoningen. Omdat de wachtlijsten voor sociale huurwoningen gewoon veel te lang zijn. Ja, klinkt helemaal goed. Ik hoop het. Dat we dat allemaal voor elkaar gaan krijgen. Dat kan natuurlijk niet zonder te stemmen. Of zonder vrijwilligers. Of zonder vrijwilligers. Of zonder vrijwilligers, ja. Als mensen het nog leuk vinden om te helpen met campagne voeren, dat kan altijd. Dat is ook heel belangrijk. Het is altijd leuk om je aan te sluiten. Dan kan je altijd een DM sturen. Sluit je inderdaad aan. Als vrijwilliger en stem. Wat je ook stemt, stem. Dat is denk ik het allerbelangrijkst. Het liefst op jullie, op links. Maar stem sowieso. Laat je horen over een paar weken. En wil ik jullie heel erg bedanken voor dat jullie er vanavond waren. Jij bedankt. Ja. Ja, ik vond het heel leuk en heel leerzaam. En ik ga jullie sowieso de komende tijd nog zien. Maar fijne avond voor nu en voor alle mensen die kijken natuurlijk ook. Fijne avond. Dank je. Fijne avond. Doei.